Op 10 mei 1940, om 8 uur 's ochtends, geven 4 jonge soldaten zich hier over. Deze plek. In de uren daarvoor hadden deze 4 soldaten samen met 8 buddies 700 Duitse soldaten tegengehouden. Hier, in een klein bunkertje. Ik ben Remco Meijer, reservist binnen het Korps Nationale Reserve, een onderdeel van onze Nederlandse krijgsmacht. De reservist is iemand die buiten zijn normale baan part-time militair is. En als ik in de tijd van de Tweede Wereldoorlog had geleefd, was de kans erg groot dat ik hier had gevochten. En daarom wil ik weten wat er hier gebeurd is. De toekomst was bijna anders verlopen. Adolf Hitler had namelijk plannen om Nederland op 17 januari 1940 aan te vallen. De tijdstip was zelfs al bekend. 7 uur 36. Maar een Duits vliegtuig moest een noodlanding maken in België. Met aan boord de invasiedocumenten voor Nederland. Hierdoor werd de grensbewaking direct verscherpt. En de spanning bij de Nederlandse soldaten was groot. Jongeren in de omgeving hier waren aan het schaatsen en werden beschoten door de Nederlandse militairen bij hun grenspost, omdat ze dachten dat het Duitsers waren. Oeps. Hallo. Hi. Ik heb hier een kopje koffie voor u. Oh, super. Alsjeblieft. Dankjewel. Geniet ervan, hè. Ja, dat komt. De gastvrijheid is nog steeds goed hier. Dankjewel. Geen probleem. Ondanks die goede gastvrijheid gebeurde al snel het onvermijdelijke. Duitsland viel Nederland binnen. Ik loop hier nu in Duitsland. En toen, 10 mei 1940, was het een kille, nevelige ochtend. Rond de 6 graden. En wij weten precies waar de Duitsers Nederland binnen zijn gekomen. Dat was namelijk hier, bij grenspaal 134. En deze paal is de originele paal uit die tijd. Hier waren vroeger weilanden met een glooiing. De Duitsers namen stelling achter deze glooiing, zodat ze precies om 3:30 de aanval op Nederland konden inzetten. Heel goed. Goed voor, links en rechts, uitbreken. Links, rechts. Het doel was om de bruggen veilig te stellen. De bruggen waren vernoemd naar hun brugwachters. Brug Hans, brug Zoetebier en brug Noppert. In de kille ochtend van 10 mei 1940, om 3:20, stond soldaat Henstra hier bij de voormalige brug van Hans op wacht. Hij tuurde in de richting van Duitsland, want hij wist dat de Duitsers daar vandaan zouden komen als ze komen. Opeens zag hij daar silhouetten, helmen. De Duitsers kwamen eraan. Scheiße! En in de chaos wat er ontstond, de Duitsers begonnen te schieten, vluchtten Nederlanders, lieten hun wapens liggen en gingen er vandoor. In de chaos vergaten ze bijna om de brug op te blazen. In gevaar voor eigen leven stak hij de lont aan, de Duitsers schoten op hem. En niet veel later ging de brug hier bij de Hans de lucht in. Een enorme knal moest er zijn geweest. De huis van Hans ging kapot. Vervolgens zou de Noorden
de brug van Zoetebier en Noppert ook de lucht in gaan. Alleen dat gebeurde niet. En waarom gebeurde dat niet? Op hetzelfde moment dat de brug bij Hans de lucht in gaat, vliegen hier bij de brug van Zoetebier twee Messerschmitts over. Denderend vliegen ze eroverheen en gooien twee bommen af om een rookgordijn neer te leggen. Hier zijn twee soldaten, Snip en Stedem. Ik kan me zo voorstellen dat die jongens zo bang zijn op dat moment, want ze zien daar ook die commandogroep aankomen. 15 man ongeveer komen deze kant op om de brug veilig te stellen. Stedem die pakt zijn lange lucifer om aan te steken. Hij probeert, lukt niet. Dan pakt hij zijn eigen. Probeert en dan ziet hij, ze komen eraan. Waarschijnlijk wordt er al op ze gevuurd. Dus die spanning die is niet te snijden voor die twee jongens. En hij, ja, gelukkig, hij pakt hem de lont. Snip die rent die kant op, richting de klooster. En Stedem die gaat daarheen. Daar die Hollanders! Hij rent daar die kant op en verschuilt zich in een sloot. Wacht op de explosie. Maar die is er niet. Het blijft stil. En dan opeens hoort hij zware voetstappen van de Duitsers. Ze komen dichterbij. Ze hebben hem gevonden. Hij kan geen kant op. Dan beseft hij, oké, ik moet me overgeven. Ze komt met opgeheven handen komt hij uit de sloot. Richting de Duitsers. En dan ziet hij de Duitsers staan met wapens op hem gericht. Hij weet, oké, ze kunnen me ieder moment neerschieten. Maar dat doen ze niet. We brauchen ihnen. Mitkom, doe. Want ze hebben hem nodig. Omdat even verderop een mijnenveld ligt. Daar hebben ze hem van Stedem voor nodig om deze op te ruimen. Want het is beter dat een Nederlander daarbij om het leven komt dan een van hun eigen. En ik sta hier gewoon in dat gebied. Ongelooflijk. Kapitein Beerschot, commandant van de eenheden hier in Coevorden, luisterde aandachtig naar zijn radio. Hij hoorde niks. Er was geen communicatie meer met sergeant Verhagen, commandant van de Noppertbrug. En wat de kapitein ook niet wist, was dat de brug al in handen was van de Duitsers. Hij gaf vervolgens luitenant Kuipers opdracht om een patrouille die kant op te sturen. Drent van 20 en Veenstra van 21. Op de fiets richting de Noppertbrug. Er was nog steeds veel lawaai. Vliegtuigen, bombardementen, er werd geschoten. Deze jongens waren bang. Ik zou het ook zijn. 400 meter voor de brug zagen ze gedaantes, militairen. Oh, gelukkig, onze eigen makkers. Ja, waar je komt ze dan? In Beieren. Komt voor als Beieren? München? Ja? Schau maar, er komen twee Nederlandse soldaten. We kunnen ze als schießenboom verwenden. Das ist ein ausgezeichneter Plan. Warte. Offenes Feuer! Want vervolgens werd er geschoten. Er waren Duitsers. En Veenstra draaide zijn fiets om, was in paniek. Want Drent was dood op de grond gevallen. Veenstra vluchtte, maar ook hij werd getroffen. En zijn lichaam viel levenloos op de grond. De eerste twee gesneuvelden hier in Coevorden. De Duitsers rukten vervolgens op richting Coevorden en stapten over deze levenloze lichamen heen. Maar wel hebben ze nog even hun loges afgehaald. Maar laffe daad. Respectloos is dit. Via deze boerderij, de Kleine Scheer, die in 1940 open stond, trokken de Duitsers op richting de brug van Goslingen.
De Van Goslingbrug werd beschermd door een bunker. Nou ja, een bunker. Het was meer een hoopje grond met wat balken en wat planken. Binnen deze bunker zaten 4 soldaten. Mitrailleur en 4 karabijnen. En de openstelling ernaast lagen nog eens 8 militairen. In de verte hoorden ze op een gegeven moment explosie. De brug van Hans was de lucht ingegaan. De commandant van deze eenheid, sergeant van der Baren, kon geen contact krijgen met Coevorde, met de commandant daar. En uiteindelijk heeft hij zelf besloten om de brug op te blazen, omdat ze wisten dat de Duitsers deze kant op kwamen. Niet lang daarna werd de eerste verkenner gesignaleerd. Een half uur daarna, het is inmiddels 4:30 in de ochtend, komen er 12 verkenners richting de brug. Je gaat zo die brug. Zeg goed. Het zijn Duitsers. Ze komen eraan. Het zijn de Duitsers. Wachten. Nog niet schieten. Nog niet. Wacht dat ze dichterbij zijn. De Nederlanders openen het vuur. Het eerste vuurcontact is een feit. En ze kunnen niet meer terug. Vuur, open het vuur! Kijk op, kijk op! Inmiddels verzamelt zich hierachter, bij het klooster, gebied bij Coevorden, een grote eenheid van 700 man met mortieren en panzervoertuigen. Deze stellen zich op hierachter bij de S-bocht om vervolgens mortiervuur uit te voeren op de kleine bunker van de sergeant van Baren. En ik kan me zo voorstellen dat deze mannen die hier waren ongelooflijk bang waren. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. De mortieren sloegen links en rechts in hem. De houtspetters vlogen alle kanten op. En de mannen in de open stelling, die hadden helemaal geen kans. Die hadden geen enkel bescherming. Dus deze zijn weggegaan. Hadden dit niet gemeld bij de mannen in de bunker. De vluchtweg was afgesneden. Ze hadden geen verbinding meer met Coevorde. Sergeant Barnes en de 3 mannen stonden er alleen voor. Even verderop stond het huis van de familie Hilbrink. De Duitsers hadden inmiddels een onttrekkende beweging gemaakt, een aantal, en hadden de bewoners van Hilbrink uit de woning gehaald. Bij hun was Gina, 18 jaar, Nijenhuis, buurmeisje verderop. Ze werden met een 7e als menselijk schild richting de Van Goslingbrug te gaan. Je hoort het inderdaad goed. Menselijk schild, inderdaad, deden de Duitsers. Op een gegeven moment waren ze dicht bij de brug, 200 meter. Maar ze werden beschoten door hun eigen mensen aan die kant, door de Duitsers. Ze hebben dekking gezocht hier in deze sloot. En Gina die voelde iets in haar rug. Een ongelofelijke pijn, een scheut, ze werd misselijk. Wat bleek, ze was in haar rug geschoten door Duitse vuur. Het vuurgevecht duurde een uur en de Duitsers waren gewoon als wilde honden over haar heen gelopen. Ze had bloeduitstorting overal over haar lichaam. Na een uur
was een gevechtspauze en werd Gina naar het ziekenhuis in Coevorden gebracht. Uiteindelijk weten we dat Gina deze verwondingen heeft overleefd. Het was 7:30 in de ochtend. Een Duitse patrouille ging te paard richting Coevorden om hier bij de sluis over te steken. Er was geen verzet meer hier in Coevorden, want de Nederlanders die waren al vertrokken richting de Q-lijn. Ze konden hier gewoon over en onder dekking van café Hofmeijer konden ze oprukken naar de brug van Gooslink. De patrouille die in Coevorden over de sluis was gegaan, was inmiddels hier aangekomen, bij de voormalige café Hofmeijer. De paarden hadden ze daar gestald en hadden dekking gezocht achter het café. Op het moment dat ze aan wilden vallen, de Duitsers, kwam de eigenaar meneer Hofmeijer naar buiten met een witte vlag. Nou, het was geen witte vlag, het was meer een tussensloop van een kinderwagen. Niet schieten, niet schieten, niet schieten. Wat? Niet schieten. Waar zijn ze? Niet schieten, niet schieten. Waar is de paarden? Houd, houd. De Duitsers aan die kant zagen dat, de Nederlanders konden dat nooit zien. Maar ze gingen staan en de Nederlanders openden het vuur. De Duitsers waren woest, misbruik maken van een witte vlag. Zwijnenhonden werden geroepen. Maar hierdoor was er zoveel verwarring dat er weer een vuurgevecht was. En de Duitsers die hier waren, konden niet optrekken richting de bunker. Wauw. Mag ik overal opschieten? Ik mag overal opschieten. Het is oorlog. Oké, oké. Ja, precies. Wacht daar. We gaan mee naar het auto. Benutzen. Nee, benutzen. Nee, benutzen. Naar voren, naar voren. Ja, benutzen. Benutzen. Het is 8:00. De munitie raakt op. En even later verlaat de laatste patroon de loop van de mitrailleur. Het is afgelopen. Geen munitie meer. De mannen weten dat ze zich over moeten geven. Ze binden een witte sadoek aan hun loop en komen naar buiten. Net voordat de Duitsers handgranaat in de bunker willen gooien. Munitie! Ik heb de laatste nodig! Hallo! Halt! Wijs de vanen, halt! Halt! Ja, gaan we zien! Breng in de Nederlander hier! Naar de brukken! Lopen! Laat die brukken! Und omdrehen! Moet die waffen afnemen. En daar staan ze dan met een vier. Bij de brug. Handen in de lucht. Duitsers om hen heen. Een hele vreemde sfeer. Want de Duitsers geven ze zelfs complimenten. Ze vinden dat ze gevochten hebben als leeuwen. Das ist Krieg, wordt er gezegd. Ze hebben geschossen wie een teufel. Maar er is ook verbazing bij de Duitsers, want ze hadden verwacht dat er veel meer waren, dat eenheden uit Coevorden hier waren. Dat was niet het geval. Maar dan... Gekampft, God, gekampft. Ze hebben onze officier getötet. Ze hebben die wijze vlaggen misbruikt. Nee, echt niet gedaan. Dat stinkt, je zwijnhond. De stemming verandert. Het wordt grimmig. Een van de commandanten heeft het over de witte vlag die gebruikt is. En de woorden zoals zwijnenhonden en ter plaatse executeren vallen. De jongens hier, de Nederlandse militairen uit de bunker, vrezen voor hun leven. Niet dat de Duitsers trouwens beter waren met een menselijk schuld.
Wie sollen sie schießen? Nein, anlegen. Nein. Bereit machen. De burgemeester van Coevorden, burgemeester Gauss hier, was onderweg vanaf Coevorden hierheen om de mannen te waarschuwen dat Coevorden was geëvacueerd. Maar hij was te laat. Het gevecht was al begonnen en hij kon dekking zoeken bij de brugwachter Nijenhuis, even verderop. Vanaf daar kon hij precies zien wat hier gebeurde. Ook het incident met de witte vlag. Toen het gevecht afgelopen was, heeft hij zich gehaast om hier te komen. En hij zag toen dat ze Duitsers bezig waren, of van plan waren, om de Nederlanders te executeren. Bereid maken. Waffen nieder. Was hast du? Hij heeft toen uitgelegd dat de Nederlanders die vlag nooit konden zien. De Duitsers zijn vervolgens in de bunker gegaan om te kijken of dit het geval was. En inderdaad, vanuit die bunker was het nooit te zien. En dit heeft de Nederlanders gered. Ze zijn vervolgens afgevoerd naar de Krim. En Beenstra en Van Baren hebben een maand vastgezeten in concentratiekamp, eigenlijk krijgsgevangenkamp in Veersen, 50 kilometer ten oosten van Emmen. En Veersen was later een van de meest beruchte krijgsgevangenkampen die er was. Ik heb grote bewondering voor deze vier Nederlandse soldaten. Hoe zij 700 Duitsers hebben kunnen verdragen, zodat de stelling bij de Afsluitdijk meer tijd had om zich voor te bereiden op de aanval van de Duitsers. De Afsluitdijk was trouwens de enige plek in Europa waar de Duitsers niet doorheen konden komen.